De jongens hebben er alles aan gedaan wat ze konden. Ik ben heel trots op ze. Uiteindelijk hebben we onze huid zeer duur verkocht aan. Volgend seizoen beter dus. Ah, zo dichtbij man, zo dichtbij. De teleurstelling is groot bij de supporters. Go Ahead Eagles is er gisteren niet in geslaagd om een plek in de eredivisie af te dwingen. In Tilburg was Willem II met 3-0 te sterk voor de ploeg van Andries Ulderink en is de eindstand over twee wedstrijden 3-1 in het voordeel van de Tilburgers. Maar ondanks het verlies was het een memorabele dag in de Adelaarshorst en stroomde het hele stadion vol met Go Ahead Eagles supporters om hun club te steunen. Honderden mensen staan te popelen om de Adelaarshorst binnen te gaan. Voor 1 euro konden de supporters het stadion in om hun club te steunen op weg naar de eredivisie. Een goed resultaat halen tegen Willem II en Go Ahead Eagles zit in de hoogste voetbalafdeling van Nederland. Vooraf zijn de verwachtingen positief. Spannend? Ja, vind ik wel. De Eagles het halen? Ja. Ja. Ja, ik hoop het wel, ja. En dan? Feest, hè? 1-1. Gewoon lekker door. Bingo. Ja, echt. Spannende wedstrijd? Ja, maar heel spannend. Maar wat een wel. We gaan winnen. De wedstrijd is begonnen. Een uitgelaten menigte schreeuwt de stemschor in de hoop dat de Eagles de 1-0 voorsprong, die donderdag werd behaald tegen Willem II, behouden wordt. De drank vloeit rijkelijk, de sfeer is goed en de supporters hebben alle vertrouwen in een goede afloop. Maar na 25 minuten schiet Frank de Moesje de 1-0 binnen voor Willem II en krijgt de rood-gele menigte een klap. Maar er is nog geen man overboord. Ze staan nu 1-0 achter. Ja, jammer, maar ze staan nu 1-1 in principe. Alleen ze moeten nog even één puntje erbij scoren. Het liefst 2, maar goed. Dat werd ook niet voor te zeggen. Hoe is de sfeer in Tilburg? Ja, allemaal zingen? Ja. Zingen, pakken ze! Hier is het ook mooi, hoor. Ja, heel erg. We zijn wel dronken. Maar wel heel veel spanning. In de tweede helft weten beide ploegen niet te scoren. Ondanks een kans op de 1-1 van Jules Rijmerink vlak voor tijd. Na 90 minuten is de stand over twee wedstrijden 1-1 en moet er een half uur verlengd worden. In dat half uur vervliegt de droom van iedereen die Go Ahead Eagles lief heeft. Want Willem II beslist de wedstrijd door de 2 en 3-0 binnen te schieten. Ondanks de nederlaag blijven veel supporters hun ploeg steunen. Want de supporters weten ook dat de Eagles een schitterend seizoen hebben gedraaid. Tot de laatste dag deed de ploeg mee om promotie naar de eredivisie. En de Deventeraren stonden ook nog in de halve finale van de landelijke beker. De spelers arriveren in de Adelaarshorst, waar ze warm onthaald worden door hun achterban. Voor de ondersteuning afgelopen jaar. We zijn alleen maar trots, denk ik, met z'n allen. Maar ik hoop dat we dit volgende seizoen een goed vervolg kunnen geven. Dank jullie wel allemaal. Na een lang seizoen staat de ploeg van Ulderink met de lege handen. Maar kan er teruggekeken worden op een prachtig seizoen. Reden te meer voor hoofdsponsor verzuimreductie om ook volgend jaar hoofdsponsor te blijven. Ook de verkoop van de seizoenskaarten is vandaag weer van start gegaan. De spelers en staf zijn, na dit lange seizoen, gezamenlijk op vakantie naar Mallorca en hopen volgend jaar weer mee te doen om het kampioenschap. Een en al trekkers. Op het land van Boer Oplaat, aan de Holterdijk in Loo afgelopen zaterdag. Daar werd het evenement Trekkerslep gehouden. Een van de evenementen van Loo Badme. En wat Loo op de kaart zet. Want er komen trekkerchauffeurs vanuit de wijde omgeving op af. Zaterdag waren dat er 147. Het trekkerevenement was verdeeld in 14 verschillende klassen. Trekkerslep is de bedoeling dat de trekkers in verschillende klassen een parcours afleggen van 100 meter. Met daarachter een sleepwagen. In die sleepwagen daar zit een gewicht op. En dat gewicht dat verplaatst zich steeds meer naar voren toe. Zodat het steeds moeilijker wordt voor de trekker om vooruit te komen. En degene die het verste komt, die heeft gewonnen. De gewichtsverdeling van de trekker is erg belangrijk. En de banden wat ze hebben. Om zo goed mogelijk de trekkracht op de baan kunnen krijgen. Om zo ver mogelijk te kunnen komen. En zodoende kunnen ze
de verste afstanden halen. En als die afstelling allemaal op juist op elkaar is aangepast, ja, dan kom je het verst. Ja, Jeroen, mijn Corné Nap is dit. Die heeft toch wel zijn trek een zeer netjes gevoed. De trekkerslep wordt traditioneel elke zaterdag na Hemelvaart gehouden en trekt altijd aardig wat publiek. Is dit een typisch loos evenement of wordt het ook elders in het land nog gehouden? Nee, het wordt ook elders in het land worden wel gehouden. Jawel, het is diverse keren komt het, is die wel ergens in de buurt, is er wel een trekkerslep. Gemeente, de Deventerkring van Werkgevers DKW en MKB Deventer bieden Deventer bedrijven een gratis zonne-energiescan aan. Daarmee willen zij leden van MKB Deventer en DKW stimuleren tot het nemen van duurzame energiemaatregelen. Het initiatief is voortgekomen uit de economische koproep waarin bedrijfsleven en gemeente participeren en onder meer maatregelen ontwikkelen om de effecten van de economische crisis te beperken. Op 31 mei gaat de subsidieregeling van duurzame energieproductie van start. De scan bestaat uit een dakinspectie, een beoordeling van het meest optimale zonnesysteem en een beoordeling van de fiscale en financiële mogelijkheden van het bedrijf. Het bedrijf krijgt inzicht in welk systeem het meest rendement behaalt. Daarnaast worden geïnteresseerde bedrijven ook geholpen met de subsidieaanvraag. Zowel de scan als de subsidieaanvraag zijn voor leden van het MKB en DKW kosteloos. Op woensdag 12 mei is het pand Bastion 22 in Knutteldorp gekraakt. Samuel Stockwell Watkins heeft hierdoor eindelijk een woning, omdat hij via de reguliere weg nergens een betaalbare woning kon huren. Er was blijkbaar niet sprake van voldoende urgentie. Ik kon niet via de reguliere weg, kwam ik er niet. Ik heb zelf even bij een crisisopvang gezeten, daar was ik te onafhankelijk voor. Ik gebruik verder geen drugs, dus ik kom niet bij de nachtopvang. Dat lukte dus ook niet. Dus via de reguliere weg lukte het niet, ja, dan maar zo. Ja. Dus in feite, als je gewoon niks gebruikt en je bent helemaal clean en je hebt nergens last van, dan krijg je gewoon geen woning? Dan heb je geen urgentie, zeg maar. Zo zie ik dat. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Ja, ik vind het wel een slap excuus. Ja. Het pand is gekraakt met medewerking van kraakgroep Anders Wonen. Dit vanwege twee redenen. Enerzijds omdat we te maken hebben met een dakloze jongen die een woning nodig heeft. En de andere reden is dat deze woning, een voormalig sociale woning, al tweeënhalf jaar in de verkoop is gezet. En ja, dat vinden we niet kunnen. Dus, ja. Maar als u zegt deze jongen een woning nodig heeft, dan kan hij toch ook gewoon een woning zoeken? Ja, normaal gesproken, dat is ook de bedoeling. Je zoekt een woning en dat pad beloop je dan ook. En dan blijkt dus dat je niet zomaar aan een woning kan komen. Omdat er wachtlijsten zijn, dat de woningen, als ze dan al zijn, dat ze vaak onbetaalbaar zijn. Dat je zoals in zijn geval, dat je ook te maken hebt met een situatie van dat je in een crisissituatie waardoor je eigenlijk in acute woningnood zit en dan niet bij de verschillende opvanginstellingen terecht kan. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment een keer op, zeg maar. Dan hebben we hem al verschillende malen op verschillende plekken onder kunnen brengen. En op een gegeven moment zoek je gewoon een vaste woning. Gewoon. Ja. Voorbijgangers en buurtbewoners reageren positief op de kraakactie. Heel goed. Moet veel meer huizen kraken. Ja. En waarom? Vertelt u eens. Nou, mijn dochter die heeft geen huis. Die staat op straat met twee kleine kinderen dus. We hebben er alles al aan gedaan, maar ze wordt niet geholpen gewoon. Dus iedere week drie huizen mag je maar reageren. Maar ja, het is altijd net weer de pineut, krijgen ze niet. En ze worden met 10 man tegelijk uitgenodigd als je voor een huis moet. Ja, het zijn twee goede jongens en ze onderhouden de boel gewoon. Dus ik vind het allemaal prima. Ja, verder weinig. Hadden ze maar in de verhuur moeten gooien. Staat 2 jaar leeg en de rest gebeurt niks. Dus, Voor Samuel Stockwell Watkins heeft de kraakactie inmiddels een driedubbel positief effect. 1. Hij heeft een goede woning. 2. De buren zijn blij. En 3. Ineens is hij wel een urgentiegeval voor een huurwoning. In feite heb ik ineens urgentie gekregen. Na dit, weet je, moet je eerst dit doen en dan pas word je gehoord, zeg maar. Belachelijk eigenlijk, maar goed. Zo zit het wel in elkaar tegenwoordig.
We vroegen woonbedrijf iedereen van wie de woning is maandag om een reactie. Maar die heeft tot dusver nog niet gereageerd. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.